Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. The Young One. Op de eerste dag van 1998 kun je kijken naar het eerste deel van de nieuwe super mysterieuze serie The Invaders. Karel begint het nieuwe jaar met een flink financieel tekort. Zijn collega's verzinnen een creatieve oplossing in de Vlaamse pot. Nikita wordt morgen op de proef gesteld. Getuigen tegen haar verkrachter zal betekenen dat ze haar geheime missie moet opgeven. Ook in 1998 zorgt Veronica voor flinke spanning met The Invaders, culinaire humor in de Vlaamse pot en mooie maar gevaarlijke Nikita. Morgen. Een hele goede avond. De laatste keer dat ik dat mag zeggen dit jaar, want Michael Jackson neemt het zo van me over. We gaan kijken naar het beste concert van 1997, de History Tour. Michael komt zo in zijn ruimteschipje huiskamer binnen op een manier zoals alleen hij dat kan. Je hoort zijn allergrootste hits, maar zelfs zonder geluid zou het nog spectaculair zijn. Want je ziet prachtige videobeelden en special effects. Na 12 uur, als je genoeg hebt van alle knallen, hebben we het concert van David Bowie en Friends. Hij werd pas geleden 50 en vierde dat in Madison Square Garden. Samen met zijn vrienden zingt hij zijn allergrootste hits. Je ziet onder andere Lou Reed, Smashing Pumpkins, Robert Smith van The Cure en nog vele anderen. Kortom, we gaan 97 net zo swingend uit als we 98 ingaan. Ik wens je nu heel veel plezier met de History Tour en zie je in 98. Veel plezier!